Kamp. En nu opletten allemaal! Jullie gaan vandaag maken opdracht 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 en 35. Begrepen? Juf? Wat is er, mevrouw Lokema? Hoe lang hebben we daarvoor de tijd? 3 minuten! En als het dan nog niet af is, dan blijven jullie allemaal na in dit lokaal! De leerlingen durven nooit iets tegen hun superstrenge juf in te brengen, omdat ze bang zijn voor haar. Daarom gingen ze direct aan het werk. Die juf is wel echt zo streng. Ik vind het echt niet meer leuk op school. Huh? Er staat dat er volgende week kamp is. Maar dat is toch pas altijd aan het einde van het jaar? Het is min 1 buiten. Ik ga niet op kamp. En nou is het stil! Even later in de klas. Hé jongens, waarom staat het woord kamp tussen haakjes? Ik vind dat echt wel heel erg raar hoor. Ja. Ik vind echt dat het iets is wat we moeten onderzoeken. In de pauzes gaan een paar leerlingen direct aan de slag om uit te zoeken waarom het woord kamp tussen haakjes staat. En al snel ontdekten ze iets. Hé, hey, hier staat kamp Amersfoort. Onze school ligt in Amersfoort, dus dat zou hem heel goed kunnen zijn. Ja, ik ga kijken. Hé hey jongens, kom eens kijken wat ik allemaal vind. Mensen die zich verzetten worden vastgezet op kamp Amersfoort. Daar gebeuren echt vreselijke dingen. Inderdaad. Een week later gaan de leerlingen op kamp. Sommigen met heel veel angst, omdat zij weten wat er op kamp zou gebeuren. Doorlopen! Zo komen we er nooit! In de pas! Sneller! Heb je het ook gehoord van Julia? Ja, ik vind het wel heel eng hoor. Ja. Waar is iedereen? Tja. Ja. Nou? De leerlingen vertellen dat een paar klasgenoten hebben ontdekt wat er allemaal op kamp Amersfoort gebeurt. Dat hebben ze ook tegen de rest van de klas verteld. En samen hebben ze een plan opgevat om op het laatste moment te vluchten. En daarom zijn zij dus ook allemaal afgehaakt. Alleen wij durven echt niet. Loop maar mee. Dat zal ze van plan zijn. Ja. Jongens, wat zijn jullie hier nou allemaal aan het doen? Maar juffrouw, je wilt ons toch niet gevangen? Nee, je wilt ons toch niet gevangen? We hebben niks gedaan. Maar jongens, wat hier vroeger gebeurde, gebeurt hier nu niet meer. Het is nu een bezoekerscentrum en een monument. Maar juf, is dat echt zo? Dat gebeurt hier nu echt niet meer, geloof mij nou maar. Mijn vader, die heeft hier vroeger gewerkt. En hij was heel streng, dat was zijn manier van opvoeden. Daarom ben ik ook zo streng. Ik snap het ook wel dat u dan zo streng bent, maar misschien kunt u daar dan niks aan doen. Ja, precies. Maar juf, het is 2017 en in 2017 horen mensen alles te kunnen zeggen tegen elkaar. Dus de volgende keer dat er wat is, moet je het gewoon zeggen. Ja. 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 Misschien hebben jullie ook wel gelijk. Ik zal proberen wat minder streng te zijn, maar kom, we gaan nu naar de rondleiding, anders zijn we te laat. De leerlingen krijgen een uitgebreide rondleiding op kamp Amersfoort van een van de beste gidsen. Zo leren ze heel veel over wat zich vroeger op het kamp heeft afgespeeld en zijn ze weer een ervaring rijker.